Wat interessant was van die stuk, ek onthou openingsaand, het die openingsaand gehoor in die Breitenbach Theater in Pretoria gelê soos hulle lag. Dit was komedie en ons was verstom. Want Nag van Legio tot op daai punt was Theater of Cruelty. Ek meen, jy kon nie ernstiger en een vreder stuk kry as Nag van Legio. En het is suiwer klug geweest, die hele eerste bedryf. En ek onthou pauze. Toe is ons juist aan die gesels in die kleedkamer, daar was die eerste wat allemaal van ons kon afkom van die verhoog af. En toe gesels ons oor die fenomeen, en skielik bars ons regisseur Frans van Swart daar, en hy sê, oh my God, my babies, it's a disaster. Ek sê, wat die mens is a disaster, Frank? They're laughing. Ek sê, so? So maybe they find it funny. And when they find it funny, they laugh. They're enjoying themselves. Let them be. Ja, but as it now buts, don't you see what PG has done? He's written this play as a comedy. And after interval, it's going to continue as a comedy. Until Charlie loses control. And then, we're going to pull the mat out from under their feet. And it's going, and they will be totally lost. Do you really think so? I said, yeah, Francois, I think so, because PG has done a damn good job. Now, why don't you go back to the foyer and have a couple of drinks and get yourself calmed down. Jy weet, ek wens, nee, ek wens het nie meer nie, want het werk nie, maar die vrees, wat een mens nou nog het, na 40 jaar, die angst, as ek daar achter op en af loop, en die moeilikste ding, en ek loop, ek kan nie sit nie, jy weet, een uur voor die tijd begin ek loop, op en af, op en af, die moeilikste ou om teenoor te speel is Ethel Fugard, want hy loop net so, so ons moes uit mekaar se pad uit by die hele tijd, maar selfs nou nog, is dit, en jy sê vir jouself, hoekom doen ek dit, hoekom doen ek dit, as ek net hier kan deurkom vanavond, ek is nie bang vir woorde vergeet of enige so iets nie, dit is net, jy's bevrees om hier uit te loop in jou bloot te stel voor hierdie klomp mense, en dan dink een mens nou net weer, hoe wonderlik voel het as jy klaar is met die opvoering, en dit het goed gegaan, dit is die wonderlikste bevrediging wat jy kan hê, maar voor die tijd, voor ek opgaan, staan ek en jy dink, yes, ek wil net hier geen pad, ek wil net weg, ek wil net geen pad, ek wil hardloop, hulle moet my nooit weer sien nie. Toe ek begin speel het, het ons natuurlijk getoer, kombi en allemaal klim in die kombi, en hierdie grote deure wat jy so met toeklap, en iemand het gesê, een dag toe ons by dorp aangekom, het hulle geskree, ma, pa, hier kom die gypsies. Daar is een toneel in Suid-Afrikaanse rolprent, wat vir my uitstaan as net so'n wonderlike rol, net toneel wat soveel dinge vastvang, en dit is die toneel tussen Katinka Heinz en Mani Botha in een dag op een reendag. Het is een gewone toneel, het is een eenvoudige toneel, het is die oukie wat een roomhuis kom koop, en dan net hoe hulle met mekaar praat, daar is hierdie onderliggende ding van sy is verlief op een kerel, en hy soek, hy aspireer, hy sal verskrikkelijk graag en nooi wil hee. Maak oop jou oe, man. Oop! Dis hulle levens, en hy kom koop hier die roomhuis, en sy karring met hom daar, oor hy so half slap is in sy houding, en so aan, en sy sê van, jy moet so wees, jy moet so wees, jy moet, jy weet, en hy, en hulle praat daar met mekaar, en dit ontwikkel in een van die charmingste tonele in ons bedrijf. Ja! Pak jou op! Waar Mani aan die einde was, en sy sê, nou moet jy sal hier, en dan kan hy nie sal hier, want hy het een roomhuis, dan sê, nou gooi weg die roomhuis, en dan gooi die roomhuis weg, dan sê, nee, ek bedoel nie, moet die roomhuis weggooi, nie, jy moet, jy weet, en dit, die spontaniteit daarvan, jy weet, dit, en ek het gesien hoe Jans dit werk, hy moet die spelers, dit is een rechtige, organische toneel gewees, wat van niks af gegroei het, en hierdie beautiful toneel geword het. Opleiding is natuurlijk belangrijk, vooral om die basis dinge recht te kry. Maar ek sal nie sê, opleiding is die heel belangrikste nie. Die heel belangrikste kom hier onder uit die kat uit. So glo ek. Elektriciteit. Dit is energie natuurlijk. Ja. Maar energie is een papwoord, papperige woord. Maar dit is energie, maar kom eens, dit is dit toch nie, dit is energie wat gekoppel is met
in die technieken, die techniek om te kan luisteren, die techniek om te reageren. Maar ik praat nou van power, specifieke power. Ik denk dit is wat power is. En ik denk elke groot Annelie Limpo heeft het gehad. Wat te veel? En, nee, maar wacht nou. Lawrence Oliver het gehad, hij was een uitstekende speler. Annelie Limpo gehad, ik denk sy was die heel beste speelster. Maar sy het gehad. En op haar beste, was ik dood zeg, André Hoeken het gehad. Dis een rol. En nou denk hij, en hij wijst naar de wal, hij zei, hij denkt jij wil die rol van die guy Moffie speel. Maar want hij is nou bekommerd, want hij wil het speel. Maar ik ga het niet voor hom beginnen, ik ga het voor jou gee. Hij gaat zo aan en dan op je ouwe en sê vir daar de wal, want jij speel die Moffie. Dit is jouw rol. Jij heet het, niemand speelt het beter als jij niet. Weet je, dus hij krijgt zijn. Dat werkt niet uit context. Nie. Ik klap nogal hoor. Ik kan nogal klap. Ik heb niet een dag in mijn leven iemand geklap. Dwara, mijn twee handen. Die kant toe, dat ik mij moest keer. Maar dat is de enigste keer dat ik iemand te lijf gegaan heb, maar die visies te lijf gegaan. Yes, ik was kwaad. Want al die oude films, wat ik niet alle. Je weet, in Zuid-Afrika is je tweede oudste filmmakende land in de wereld. Heb je dat geweet? Ik is nog geleerd om bij je moeders te spelen. Want ik leek ook zo'n een moeder. Het gebouwd zo'n een moeder. Maar ik geniet het bij je niet. Al mijn rollen probeer ik zo aards als mondelijk hou. Maar ik heb niet net moeders in mijn leven gespeeld niet. Want ik ga dus een speciale ding sê, voor je nog zo'n vraag van typecasting en zulke klas goed. Een acteur is zelf verantwoordelijk voor typecasting. Want als jij jezelf toelaat om diezelfde type rol oor en oor te spelen, dan is het jouw schuld dat je getypecast wordt. Ik heb wel bij je moeders gespeeld, maar ik heb verschillende moeders gespeeld. En ik heb al hoeren ook gespeeld, één koningin. Ik heb al alle soorten rollen gespeeld. Om acteur te wees, om werkelijk jouw kunst te kan beoefenen, denk ik moet een mens ook een omgeving hebben waarin dit kan gebeuren. En daar omgeving behoort een koesterende een te wees.